Na lang te hebben nagedacht over mijn drukte en alles, dan heb ik besloten om uiteindelijk te gaan stoppen met YouTube. Yo, dat mensen van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan. Welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal, oftewel Rotjoch. En zoals jullie de titel al zien, het is tijd om even een paar dingen met jullie duidelijk te maken en even aan te geven, want er is nogal wat aan de hand allemaal. Zoals jullie weten had ik toen laatst een nieuw schema gemaakt om weer lekker veel video's te gaan maken voor jullie. Elke dag een video, elke dag aan het schema houden en het ging lekker voor 3 weken. Maar na die 3 weken kom ik terug van vakantie. Gewoon helemaal niks. Gewoon, het ging helemaal verkeerd. Dat hele schema liep eigenlijk gewoon de soep in. Het ging allemaal niet lekker. En ik ga jullie dus even ook iets belangrijks vertellen. Na lang te hebben nagedacht over mijn drukte en alles, dan heb ik besloten om uiteindelijk te gaan stoppen met YouTube. Maar toen dacht ik, natuurlijk niet gek. Natuurlijk ga ik niet stoppen met YouTube. What the fuck, man? Ik was op een gegeven moment daar, blablabla. Laat me het even aan mij uitleggen. Alright, ik ga gewoon even uitleggen wat er allemaal aan de hand is, wat er allemaal speelt en wat er eigenlijk gaat gebeuren in dit kanaal. Want ik begon met volle moed en het is wel, de moed is me eigenlijk in de schoenen gezonken. En nu ga ik er weer even tegenaan en op een iets andere manier, op een andere approach ga ik eigenlijk proberen. Allereerst laten we gaan beginnen. Dylan, waarom kan je je niet aan je schema's houden? Waarom lukt dat je niet? Ja, heel simpel. Ik werk 5 dagen in de week fulltime bij de fietsenmaker. En daarnaast ga ik ook nog bootcamp lessen verzorgen. Dus ik ben elke dag gewoon van 9 uur 's ochtends bezig tot 7 uur 's avonds. Meteen door naar bootcamp, waardoor ik dus om 10 uur 's avonds of 9 uur 's avonds pas terug ben. Ja, de dag erna moet ik weer gaan beginnen met, zeg maar, weer werken met de fietsenmakers. Dus moet ik weer om 7 uur opstaan. Dus moet ik eigenlijk om 12 uur naar bed. Dus ik moet er eigenlijk op neer dat ik 9 uur pas thuis ben, moet eten en douchen 10 uur, ik maar 2 uur vrije tijd heb. Stel je nou voor, hè, je moet nog video's maken. Wat moet ik nog doen als het goed is? Moet ik eerst een half uurtje opnemen met iets. Dan moet ik nog editen, wat ook weer een half uurtje duurt misschien. En dan nog de render. Weer een uurtje kwijt. Dus 1,5 uur. Dat betekent dat ik maar 30 minuten per dag echt puur voor mezelf heb. Waar ik gewoon lekker kan chillen, fappen, wat dan ook. Waar ik maar 30 minuten per dag van iets zelf te gaan doen. Ja, ik vind het ook heel kut. Ik vind het ook heel jammer. Maar ja, weet je, het is gewoon niet anders. Het leven is nou eenmaal gewoon hard als je niet genoeg geld verdient met YouTube. Dus om eigenlijk heel simpel te zijn. Ik ga mijn schema niet kunnen volhouden van elke dag deze video's op die tijd. Maar wat ik wel wil gaan doen is kijken dat jullie elke dag om 4:30 toch een video online te gaan kunnen krijgen. En het kunnen verschillende games zijn. En dat gaat ik dus ook niet van tevoren tijdelijk opzetten. Want dit is eigenlijk de approach die ik nu wil gaan doen met jullie. Hoe ik het eigenlijk nu wil gaan aanpakken en hoe het nu verder gaat. Ik wil dus niet stoppen met YouTube en ik wil proberen om voor jullie elke dag nog steeds video's te maken. Want dat vinden jullie leuk en dat vind ik ook heel tof als het mij gaat lukken. Alleen als ik dus thuis kom na zo'n lange dag werken, heb ik af en toe geen zin in sommige games. Of degene met wie ik het opneem normaal gesproken hebben dan geen tijd. Dus de oplossing is eigenlijk heel simpel. Ik ga gewoon elke dag om 4:30 een game uploaden. Zonder dat jullie van tevoren weten welke game het is. Wow! Oftewel eigenlijk heel simpel. Jullie komen gewoon elke dag even kijken op mijn kanaal. Dus zet weer even je wekker. Om 4:30 gaat je wekker af. Hey, een video van Rotjoch. Even kijken. Is het niet de game die jij wil zien? Is het iets wat jij totaal niet leuk vindt? Jammer dan. Kijk je hem niet. Morgen nog een kans. En ik weet dat sommigen het vervelend vinden, sommigen het lastig vinden. Maar we weten allemaal, jullie weten dit zo goed als ik. Als ik een schema ga aanhouden van, nou, deze dag deze video, deze dag die video, die dag deze video, die dag die video. Dan hou ik het niet vol, want dan ga ik op een gegeven moment de games spelen aan mijn werk waar ik totaal geen zin in heb. Af en toe kom ik thuis van mijn werk, wil ik CSGO spelen. Nou, dan ga ik CSGO opnemen voortaan. Soms kom ik thuis van mijn werk, wil ik League spelen. Ga ik League doen, af en toe even Skywars, ga ik Skywars doen. Dus op die fiets, zo gaan we het eigenlijk doen. Jullie komen gewoon elke dag vanzelf achter welke video het wordt. Elke dag een feestje. Dus eigenlijk op die fiets wil ik het gaan aanpakken met jullie. En ik hoop dat jullie mij nog steeds gaan steunen in mijn video's maken. Want de laatste tijd heb ik heel veel steun voor jullie gehad. Echt hartstikke bedankt. Ik heb natuurlijk ook heel veel haters gehad. Natuurlijk die boos waren omdat ik geen video's maakte. Is ook te begrijpen. Maar jullie moeten ook duidelijk weten. Ik verdien geen geld, geen bakken met geld aan YouTube. Dus je kan ook niet van mij verwachten dat ik elke dag net zoveel ga uploaden als een dus David of een Game Meneer of een Milan. Ik bedoel, dat gaat gewoon niet. Ik heb gewoon geen tijd voor. Dus zoals jullie weten heb ik dus een half uurtje tijd per dag voor mezelf alleen om iets te doen wat ik wil. Dus ik hoop dat jullie me gaan steunen daarin. Ik ga mijn best voor jullie doen om elke dag even een video online te knallen. Komt er een dagje geen video online? Lees dan even op mijn Twitter, www.twitter.com/ireleasedeye. En dan kan je daar de reden zien waarom ik geen video online geknald heb. En natuurlijk ga je erachter komen welke video er wel online komt die dag. Dus volg me ook even op Twitter en meteen op Instagram. Waarom ook niet voor leuke foto's. Maar alright, dat is eigenlijk de manier hoe ik het wil aangepakken. Ik wil er gewoon keihard weer tegenaan gaan. Maar wel de video's die ik wil plaatsen op de dag dat ik ze wil plaatsen. En wanneer ik dat wil, want ik ben de baas van mijn kanaal en niet jij. Vind je die wel heel lief?
Maar ik ben de baas. Alright, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Ik hoop dat jullie me gaan steunen inderdaad. Ik zie jullie graag in de volgende video. Ik jullie graag bedanken voor het kijken. En dan gaan we vragen natuurlijk om een blauw duimpje omhoog. Of twee blauwe duimpjes. Fuck it, we gaan voor de 1000, oké? Ik wil 1000 blauwe duimpjes omhoog hebben voor jullie. Alright mensen, bedankt voor het kijken. Later nog eens tot ziens. En natuurlijk... Peace! Oh my.